Afgelopen week heeft Boeing, naar jaarlijkse gewoonte sinds bijna 60 jaar, zijn vooruitzichten bekendgemaakt voor de commerciële luchtvaart. Dit jaar is dat bovengemiddeld interessant. Waarom? De luchtvaart die zit in een van zijn grootste crisis ooit. Een crisis die veel groter is dan deze na 9/11 en ook veel groter dan na de financiële crisis van 2008-2009. Luchtvaart is een cyclische sector, maar is bovenal ook een groeisector. De afgelopen 10 jaar is het aantal vliegtuigpassagiers jaarlijks met 6,5% gegroeid. Kijk je op langere termijn, dan zit je met een groei van ongeveer 5% per jaar. Dit jaar zal het aantal passagiers echter kelderen. Hoe komt dat? Wel, door de COVID-crisis heb je enorme beperkingen die opgelegd zijn, waardoor dat je dus eigenlijk heel weinig luchtvaartpassagiers hebt dit jaar. Als er een oplossing komt voor de COVID-crisis, in de vorm van een vaccin bijvoorbeeld, dan wordt verwacht dat de luchtvaartsector zal herstellen. Het herstel zal evenwel enkele jaren duren en vooral het segment van de business passengers, dat zit nog heel moeilijk. En Boeing rekent erop dat het aantal luchtvaartpassagiers in de komende 20 jaar met ongeveer 4% per jaar zal groeien. Boeing verwacht dat het aantal vliegtuigen die verkocht zal worden in de komende 10 jaar 11% lager zal liggen dan bij zijn verwachting vorig jaar. Heel veel vliegtuigen staan momenteel geparkeerd, worden dus niet gebruikt. Wat zie je dus bijvoorbeeld het segment van de widebody vliegtuigen, dat zijn de vliegtuigen met twee hangpaden, dat heeft dat enorm moeilijk. Wat zie je bij veel luchtvaartmaatschappijen is dat men oudere toestellen, zoals bijvoorbeeld de Boeing 747, al dan niet definitief aan de kant zet. Het was een segment die het sowieso al moeilijk had. De A380, die pas 13 jaar op de markt is, wordt vanaf dit jaar eigenlijk ook al bijna niet meer geproduceerd. Het segment van de narrowbody vliegtuigen, dat zal sneller herstellen. Deze vliegtuigen worden niet nauwelijks transatlantisch gebruikt, maar ook daar zijn de vooruitzichten een stuk minder goed. Beleggen in luchtvaart is geen sinecure. Zelfs de absolute toppers als een Warren Buffett die hebben er al hun vingers aan verbrand en meer dan eens. Als je kijkt, de luchtvaartmaatschappijen die zijn voor een belegger traditioneel weinig interessant. Er zijn slechts enkele en vooral de low-cost maatschappijen die de moeite zijn om in te beleggen. Het is ook een sector met traditioneel veel faillissementen. Als we dan kijken van wat zijn eventueel wel interessantere segmenten, wel, de vliegtuigbouwers die zijn al iets interessanter, maar ik denk beleggers die moeten vooral kijken naar de toeleveranciers van de vliegtuigbouwers. Maar het blijft uiteraard oppassen geblazen, want het is nog niet zeker hoe lang de COVID-crisis gaat duren en hoe diep die zal zijn voor de luchtvaartsector.